Ja, welkom dan voor degene die live meekijken en voor degene die later terug gaan kijken. Bij de hoeveelste Trefpunt Live, Karin? De zesde misschien? De zesde denk ik, hè? Alweer. Nee, dit is de vijfde. De vijfde. Vijfde de eerste live. Van de nieuwe serie, ja. Ja, ja. En, dat is goed, ja. Ja, ja, ja. En we zijn vandaag in het goede gezelschap van Karin Ottenhof. Die dit ook allemaal mede organiseert. En Trefpunt Live, de redactie daarvan verzorgt. En we zijn in gezelschap van Boom, uitgevers en Bibliotheek Den Haag. Julia en Rianne. En met van Edia en het ITTA. Raymond en Femke. En eerst, mijn naam is Stephanie Verhagen van de KB en ik ben dus samen met Karin de moderator. En we nemen deze sessie op. Hè? Dus Karin, als je daar bezwaar tegen hebt, maar volgens mij zal het meevallen, dan kan je beter je camera uitzetten. Hè, want de praktijk leert dat er veel mensen ook terugkijken, omdat het dan net dit moment niet uitkomt. Dus vandaar dat wij deze sessie altijd opnemen. We beginnen met een korte introductie van mij over Trefpunt Leermiddelen. En daarna laten we het woord aan, in dit geval dus Boom en Bibliotheek Den Haag en EDA en ITTA. Over hoe je deze programma's op een, wat de programma's inhouden. En hoe je ze kan, hoe bibliotheken ze dan toepassen. In het geval van Boom dan. Stephanie, mag ik jou even onderbreken? Ja? Kan jij je scherm de dia groot zetten? Oh, ik dacht dat ik dat gedaan had. Ik zie een grote en een kleine naast elkaar. Ah, oké. Even kijken. Hij zegt nu dia voorstelling beëindigen. Dat is vreemd, want ik doe dit eigenlijk altijd zo. Dat was ook gewoon de dia voorstelling. Anders doe ik het anders. Het is ook maar één klein diaatje. Dus dan doe ik het eventjes op een andere manier. Wat zagen jullie nu net, zeg maar, ook al die... Die aantekeningen ook, ja. Oh, ja. Nou, goed. En nu, wat zie je nu? Ja, en als je nu op dia voorstelling zet, gaat het goed, denk ik. Nee. Dus niet. Nee, dan doe ik het gewoon even zo. Nou, dan laten we het zo. Het is excuus voor deze wat rommelige. Dan doen we het gewoon even zo, want het is toch maar één sheet. Ik denk dat het komt omdat ik nu op een andere computer zit dan thuis. En dan zit ik met twee schermen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Nou, dan doen we het gewoon even zo. Dan zien jullie ook wat andere dia's, maar dat geeft niet. We zijn live met het Trefpunt, of tenminste het Trefpunt Leermiddelen is live sinds oktober 2021. En wat is het dan? Het is een catalogus voor medewerkers en vrijwilligers van bibliotheek of taalhuizen. Waarmee ze een overzicht krijgen van alle educatieve programma's voor onze doelgroep van het programma. Dus laaggeletterden, minder digivaardigen, nieuwkomers en werkzoekenden. En het biedt een overzicht van alle gratis en betaalde leermiddelen die bibliotheken tot hun beschikking hebben. Waaronder ook de landelijke ingekochte leermiddelen die door de KB landelijk zijn ingekocht. Die ook dus gratis zijn voor bibliotheken. Nou ja, er was behoefte aan daar dus wat meer overzicht en inzicht wat er allemaal is en hoe je het kan gebruiken. Daarom hebben wij dat Trefpunt Leermiddelen in het leven geroepen. Om er nu meer bekendheid aan te geven en om het gebruik omhoog een stimulans aan het gebruik te geven, hebben we gezegd, we doen deze maandelijkse sessies Trefpunt Live. Zodat mensen er meer bekend mee worden en meer zien wat ze er allemaal mee kunnen. Want hier ziet rechtsonder op de sheet nog een staartje. Daar zie je dat is een onderzoek van de zomer vorig jaar. En daaruit bleek dat zeg maar 2/3 kent het, Trefpunt Live wel. 1/3 gebruikt het echt en 1/3 kent het nog helemaal niet en gebruikt het dus ook niet. Nou ja, het waren de cijfers alweer van ruim een half jaar geleden. Dus wij hopen dat het hiermee wat omhoog is gegaan. Om iets voor jullie nog wat meer beeld te geven.
laat ik de algemene demo zien van het trefpunt leermiddelen. Er zijn ook nog 3 specifieke demo's, die kun je gewoon zelf bekijken. Die vind je ook allemaal op de website van trefpunt leermiddelen. Dan ga ik nu even mijn schermdelen stoppen. En ga een filmpje met jullie delen. En dan moet ik dat met computergeluid doen. Dat is altijd even de truc. De bibliotheek helpt mensen zoals laaggeletterden, minder digivaardigen, nieuwkomers en werkzoekenden met het ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Misschien organiseer je zelf al cursussen of andere activiteiten. Ben je van plan dit te gaan doen of ben je taalmaatje? Je kunt hiervoor gebruik maken van de interactieve catalogus Trefpunt Leermiddelen. Je vindt deze op de homepagina van Bibliotheeknetwerk. Het Trefpunt biedt een overzicht van gratis en betaald educatief aanbod voor bibliotheken. Je vindt er ook zo'n 100 leermiddelen die de KB landelijk inkoopt, zodat de bibliotheek die gratis kan aanbieden aan mensen met een leervraag. Verfijn je zoekopdrachten eenvoudig op bijvoorbeeld domein, vorm of niveau. Door een beoordeling achter te laten, maak je het Trefpunt nog beter inzetbaar voor jouw collega's. Met het Trefpunt kies je de beste leermiddelen voor jouw leerders. Dat was een korte introductie van het Trefpunt Leermiddelen. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Julia van Boom. Jij gaat ons meer vertellen over de programma's van Boom. Yes, nou dankjewel voor deze introductie, Stephanie. Dankjewel ook voor het komen allemaal. Ik ga mijn scherm om te beginnen eventjes met jullie delen. Even kijken. Ziet iedereen nu de presentatie? Ja. Nou, top. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Julia ten Bos. En ik ben educatief adviseur junior bij Boom NT2. Nou, wat wij doen zit hem eigenlijk al een beetje in de naam. NT2 staat namelijk voor Nederlands als tweede taal. En wij maken allerlei materialen waarmee anderstaligen zich dus het Nederlands meester kunnen maken. We hebben ontzettend veel verschillende methodes, leerlijnen, zowel digitaal als boeken. Alleen vandaag gaan wij iets vertellen over de 3 methodes die we aanbieden via Trefpunt Live dus. Via de KB ingekochte content. Maar ik ben hier niet alleen. Ik ben hier namelijk samen met Rian Kelly. En ik wil haar ook even het woord geven om te vertellen wie zij is en wat zij doet. En ja, wat zij bij het Taalhuis Den Haag doen. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Rian Kelly en ik ben programmaleider basisvaardigheden bij Bibliotheek Den Haag. En ik hou mij dus specifiek bezig met het taalaanbod, maar ook met het taalhuis. En dat in het kort. Yes, dankjewel. Dan pak ik hem weer even over en ga ik eventjes naar de volgende slide. En dat is deze. We hebben dus een ontzettend breed aanbod bij Boom NT2. Maar deze 3 onderdelen, daar gaan we het vandaag over hebben. En ik ga in een vogelvlucht eventjes er doorheen wat het is. We bieden namelijk 3 verschillende programma's aan. Het eerste programma heet Diglin Plus. En Diglin is een digitale alfabetiseringsmethode. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld anderstaligen aan de balie krijgt die voor het eerst Nederlands gaan leren, maar ook nog helemaal moeten leren lezen of schrijven, die dat dus in hun eigen moedertaal misschien nog helemaal niet kunnen, dan kunnen zij heel goed aan de slag gaan met Diglin. Je kunt dus alfabetiseren met Diglin, maar je kunt er ook nog een heleboel andere dingen mee doen en een hele hoop verschillende onderdelen van het Nederlands mee oefenen. Dus als je bijvoorbeeld een anderstalige bezoeker hebt die alleen het Arabische schrift beheerst, kan die ook met Diglin werken.
Het volgende programma dat wij aanbieden is het programma LINK. Dat is ook een Nederlands lesmethode, maar die is gemaakt voor de leerders die wel wat scholing hebben gehad. Anders dan bij Diglin Plus het geval is. Dus met LINK leer je, net als bij Diglin overigens, leer je schrijven, luisteren, lezen en ook is er aandacht voor spreken. En LINK gaat dus in verschillende thema's een niveau omhoog. LINK bereidt voor op inburgering, maar er zit bijvoorbeeld ook een examentrainer in voor staatsexamen 1. Dus met deze twee programma's zou je al tegemoet kunnen komen aan de verschillende doelen van de anderstalige bezoekers die misschien komen. En om je echt goed voor te kunnen bereiden op het inburgeren, moet je ook het examenonderdeel KNM doen. Dat staat voor Kennis van de Nederlandse Maatschappij. En ook daarmee kan geoefend worden. En dat kan dus in onze KNM examentrainers en oefenexamens. En die worden ook aangeboden. Nou, ik heb Rienne gevraagd om hier vandaag samen met mij te komen. Omdat zij in het Taalhuis Den Haag veel aan de slag zijn met deze programma's. En ik kan me voorstellen dat jullie graag willen weten hoe zoiets er nou aan toe gaat in de praktijk, in de bibliotheek of in het Taalhuis. Dus ik ga eerst misschien even vragen of een van de aanwezigen misschien vast een vraag wil stellen hierover. Of over wat er net gezegd is. En als dat niet zo is, Rian, dan zou ik graag in gesprek gaan met jou. Dus ik kom even terug bij jullie. Heeft iemand een vraag die hier is? Nou, dan pak ik hem gewoon verder. Nou, Rian, jullie zijn al best een tijdje met Diglin LINK en ook een beetje met de KNM-trainers bij jullie aan de slag. Kun je misschien iets meer vertellen over hoe het waarde toevoegt aan het aanbod in jullie taalhuis? Dat is op verschillende manieren. Ten eerste, we hebben in de bibliotheken een grote groep aan mensen die moeten inburgeren. En zij maken graag gebruik van het aanbod van NT2 school, omdat ze onder andere ook vanuit hun eigen moedertaal alvast woorden kunnen leren en opdrachten kunnen maken met bijvoorbeeld het programma LINK. En dat is voor deze groep heel fijn, omdat het een heel laagdrempelig werkt. Met LINK heb je twee verschillende moeilijkheidsgraden. Je hebt het programma voor A0, A2 en voor A2B1. Dus in het taalhuis kijken we wat voor taalniveau heeft iemand en wat past bij de klant. En op basis daarvan geven we advies van bijvoorbeeld jij moet met LINK A0 A2 gaan oefenen. En we merken dat de klant meteen enthousiast van wordt. Bijvoorbeeld, we laten ook altijd zien dat ze met bijvoorbeeld LINK ook kunnen oefenen met klanken en intonatie. En omdat heel veel mensen een beetje onzeker zijn van hun accent en durven nog niet de taal te spreken of spreken het nauwelijks. En als we dat laten zien, dan worden ze meteen heel blij omdat ze denken, oh ja, dat kan ik wel op een gegeven moment verbeteren. Dus dat werkt heel goed. Verder, mensen kunnen dit ook thuis gebruiken. Dus ze kunnen ervoor kiezen om in de bibliotheek mee te gaan oefenen. En dan kan een vrijwilliger erbij ondersteunen. Maar dit kunnen ze uiteraard ook thuis doen. En dan is dat ook een voordeel voor de klant. Want misschien heeft die persoon een partner thuis waarmee die ook samen kan gaan oefenen. En ik merk ook, ik hoor nog steeds meer verhalen over mensen die dat ook thuis met een partner doen in de avond als ze even tijd hebben om te oefenen. Dus zo helpen ze elkaar ook. Verder vind ik zelf de inrichting van het programma heel laagdrempelig. Dus hoe het is ingericht schrikt niet af. Ook niet bij de klant. Ze weten heel goed wat ze aan bepaalde knoppen hebben. Maar voor de zekerheid laten we dat altijd ook zien. En
Verder hoor ik ook van de klanten dat de thema's die in de lessen van Link voorkomen, dat ze meteen bruikbaar zijn. Je hebt bijvoorbeeld een hoofdstuk over hoe voer je een gesprek bij de huisarts, of hoe voer je een gesprek op school, of woorden die je tegenkomt in de supermarkt bijvoorbeeld. Dus het sluit meteen aan bij de leefwereld van de klant. En dat kunnen ze meteen inzetten. Ja, nou echt super fijn. Dat weet je al lang. Dat ik echt heel blij dat wij echt super blij zijn dat wat wij maken toch zoveel mensen helpt en enthousiast maakt. En dat er ook echt thuis goed geoefend kan worden. Ik kan me dan dus voorstellen dat er best wel wat mond-op-mond reclame bijvoorbeeld ook is. Maar kun je misschien iets meer vertellen over hoe je nou zorgt voor genoeg animo, dat bezoekers die misschien dus inderdaad hun uitspraak willen verbeteren, überhaupt hun Nederlands willen verbeteren of van hun spreekangst af willen komen, noem maar op. Hoe zorg je er nou voor dat zij jullie goed weten te vinden? Kun je daar misschien iets meer over vertellen, over hoe jullie dat aanpakken? Dat doen wij op verschillende manieren. Ten eerste, we hebben een hele gezellige groep vrijwilligers die in het taalhuis enthousiast adviseren en doorverwijzen. En als ze bijvoorbeeld adviseren om NT2-school te gebruiken, dan laten ze het ook zien aan de klant. Dus dat werkt ook heel goed. Alle collega's van de bibliotheken zijn ook geïnformeerd en op de hoogte van het aanbod wat wij in het taalhuis aanbieden. Dus we verwijzen ook actief naar elkaar door. Stel, er komt iemand bij de balie en de collega merkt dat de klant niet zo goed Nederlands spreekt, dan worden ze doorverwezen of naar een spreekuur of naar een taalhuis, afhankelijk van waar ze zijn in Den Haag. En via de spreekuren dan worden ze doorverwezen naar bijvoorbeeld het aanbod van Boom. We bieden ook maatwerk naar de klant. Dus we kijken naar wat de klant zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld als ze aangeven, ik kan alleen in de avond oefenen omdat ik door de week overdag werk. Dan proberen we daar ook in te spelen op wat ze kunnen en waar ze tijd voor hebben. En soms kan het aanbod van NT2-school ook daarbij mooi aansluiten, omdat ze dat zelfstandig thuis kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja. En verder hebben we in het taalhuis ook, dit hebben we tijdens corona eigenlijk gemaakt. Het is een soort boekje met allerlei informatie over tips over bijvoorbeeld podcast, maar ook over NT2-school. En daar hebben we specifiek opgenomen hoe je een account maakt, hoe je eentje aanvraagt, welke talen te vinden zijn in de programma's van Link. Dat. Ja, precies. Nou, dat zijn denk ik echt al super handige tips. Er zijn dus wel echt een aantal dingen die jullie doen om ervoor te zorgen dat mensen ook efficiënt worden geholpen, denk ik. En om er dus voor te zorgen dat ze ook goed begrijpen welk programma voor hen geschikt is en hoe ze dat dan moeten openen. Dus vind ik eigenlijk al hele goede tips. Maar zijn er misschien nog meer tips die je met ons zou willen delen over als je aan de slag gaat? Bijvoorbeeld sommige mensen weten misschien niet zo goed waar ze moeten beginnen. Maar stel je hebt deze klant, die je weet wat dus voor deze persoon gaat werken. Gaat die overdag of 's avonds en waarmee? Zijn er dan nog meer tips die je mee zou willen geven over echt die start? Of over wat anders? Ja, nou, zoals ik al zei, bieden we maatwerk. En dat betekent dat we, als we adviseren om gebruik te maken van NT2-school, dan laten we altijd zien hoe je moet inloggen. En hoe het programma eruit ziet, zodat ze gewoon alvast een beeld krijgen van wat ze thuis mee gaan oefenen. En als er vragen zijn, dan beantwoorden we die ook meteen. Maar verder is het ook handig om te vragen wat voor devices iemand thuis heeft. Want NT2-school kun je wel, kun je beter gebruiken als je een computer of laptop of tablet hebt.
Dus stel dat de klant alleen maar een smartphone heeft, dan, ja, dan is dat lastig. Dan kunnen we, dan is het niet echt geschikt, zeg maar. Dus dat vragen we ook altijd. En ja, we nemen de programma's gewoon even globaal door met de klant, zodat ze een indruk kunnen krijgen van de programma's. Ja. En per klant geven we ook aan welke programma's zij moeten gaan gebruiken. En voor welk niveau bijvoorbeeld. Of de oefenexamens van KNM bijvoorbeeld. Ja. En ook, we laten ook zien, want in Link heb je een knop over resultaten. En daar kun je zien waar je bent gebleven met oefenen. Dat laten we ook zien, zodat de klant ook zelf thuis kan zien waar die is gebleven met oefenen. Ja, snap ik. Ja, dankjewel. Ik moet misschien, voordat we verder gaan, even toevoegen. NT2 School is het platform waarin je de verschillende programma's die wij aanbieden kan vinden. Je kan daar gewoon een gratis account op aanmaken met een e-mailadres en een wachtwoord. Dus dan is dat ook toegevoegd aan dit uurtje. Nou, ik zie Stephanie, je had een vraag. Ja, ik, het zijn natuurlijk, zeg maar, ze krijgen toegang via codes, hè, de deelnemers. En het zijn natuurlijk kostbare licenties. Hè, die, en ik hoor jou inderdaad een paar keer zeggen, Rian, wat ik heel mooi vind om te horen, en maatwerk. En wij kijken mee met het, hè, we zorgen, dus jullie zorgen ook echt dat ze een code die ze krijgen activeren. Maar vervolgens kun je natuurlijk niet in hun omgeving kijken hoe monitor je. Dat je ook ziet van, hey, ze zijn er echt mee bezig. En Julia, zou jij daar nog iets, hè? Dus dat is ook een vraag naar Den Haag, maar ook aan jullie. Julia, hoe weet jij iets over hoe andere bibliotheken dat monitoren? Of dat je daar tips over geeft? Hè? Want zodat we niet, zeg maar, codes gaan uitgeven en dat er volgens niks mee gebeurt. Het monitoren, ik moet zeggen dat wij sinds kort een docentenaccount hebben. Dus door middel daarvan zouden we beter kunnen monitoren of de klanten het gebruiken überhaupt. Maar daar hebben we nog niet breed uitgezet. Dus dat is nu waar we mee gaan starten. Ja. Ja, en ik denk dat je ook mensen af en toe terug ziet komen in de bibliotheek, toch? Of dat ze komen werken, dat je wel kunt meekijken met wat ze doen. Ja. Nog een toevoeging hieraan is misschien, ik zie in veel taalhuizen, als ik er kom, bijvoorbeeld het linkboek liggen. In het programma is dat onderdeel 7. En daar worden bijvoorbeeld vragen gesteld over schrijven. Dus dan komt bijvoorbeeld een tekst of een luistertekst die aan bod is geweest. Die is daar weer te zien. En dat zou misschien een goed moment zijn om dan samen met het taalmaatje bijvoorbeeld te gaan zitten. Dat is ook een heel goed controlemoment om gewoon eens te zien wat een cursist daadwerkelijk in een thema gedaan heeft. Ja. Dus die kan ik er misschien nog aan toevoegen. En is er ook, zeg maar, is het ook zinvol met deze programma's om klassiek, zeg maar, meer groepsmomenten te organiseren? Of is het allemaal individueel? Kan ik vanuit de NT2 lespraktijk van alles over zeggen, maar misschien kan Rian dat beter vertellen vanuit haar ervaring in het taalhuis. Ja, nou, voorlopig is het individueel bedoeld, omdat we intern moeten kijken hoe we dat als les kunnen organiseren. Maar voorlopig is het individueel bedoeld. En ze kunnen altijd met vragen komen naar de BIEB of oefenen in het taalhuis. Dat kan altijd met een vrijwilliger. Maar ja, dat is wat wij nu nog doen. Ja, ja, dat, om daar op aan te vullen, is dat ook wat ik zelf het vaakste hoor. Dat Link er vooral voor kan zorgen dat mensen zelfstandig kunnen werken. En dat het daarmee ook handen vrij houdt, dat voor veel bibliotheken het grootste voordeel is. Maar ik wil er toch graag aan toevoegen dat er in Link ook een groot klassikaal component zit, precies bij dit onderdeel 7, waar je bijvoorbeeld als groep aan de slag zou kunnen gaan met een taak en samen bijvoorbeeld kunt praten over een tekst over de huisarts of bijvoorbeeld over een tekst die op het doosje van een medicijn staat, bijvoorbeeld.
om even in hetzelfde thema te blijven. Dus daar zijn zeker mogelijkheden voor, dat wel. Ja. Maar dan is het wel belangrijk dat de leerders bij hetzelfde thema zijn. En dat lijkt me wel weer wat lastiger als je dan inderdaad een groep mensen die zelfstandig werkt hebt, die misschien allemaal ergens anders zijn. Ja, maar het is dus wel belangrijk dat als je een code uitgeeft, dat je ook daadwerkelijk... Hè, dus ik hoor jullie dat samen doen. Hè, dat vind ik wel een heel mooie tip ook voor andere bibliotheken. Ga samen met die activatie aan de slag, zodat je zeker weet in ieder geval dat ze erin zitten en dat ze ermee aan de slag gaan. Zodat er niet codes weggegeven worden die vervolgens niet geactiveerd worden. Want dat is wel zonde. Ja, en daar ook nog bij als tip voor mensen die misschien terugkijken. Het is echt belangrijk dat je zelf goed bijhoudt welke codes je hebt gegeven. Dus dat je die lijst hebt en dus zelf goed bijhoudt. Deze heb ik uitgegeven. Ook aan deze en deze persoon lijkt mij toch. Misschien hou je ook alleen bij welke is uitgegeven. Maar dat je dat zelf goed op een lijstje zet. Ja, ik zou zeggen koppel hem aan een mailadres. Want dan kun je ook zeg maar, met de vernieuwing van codes of wat dan ook. Dus koppel altijd uitgegeven code aan een mailadres van die persoon. Ja, dat is een hele belangrijke tip. Inderdaad, dankjewel. Ja, en wat had ik nou nog meer? Als je gaat starten, oortjes, die zijn heel handig, denk ik. Dan kun je luisteren. Maar dat heeft de beep misschien ook. Ja. En jullie vragen jullie waarschijnlijk ook af. Nou, dit wil ik ook. En je denkt, hoe ga ik hiermee aan de slag? Of hoe kan ik dit ook in mijn eigen bibliotheek doen? Heb je daar advies voor, Julia? Zeker. Wij helpen überhaupt de bibliotheken met vragen graag verder. We hebben verschillende pakketten en dingen die we aanbieden. Maar als je specifiek met met deze programma's aan de slag zou willen, dan zijn er een aantal stappen. Die staan ook omschreven op onze site. Ik kan wel eventjes een linkje in de chat delen bijvoorbeeld. Maar ik ga het eventjes uitleggen. De eerste stap is namelijk dat je je bij de KB meldt. En dat kan via bibliotheekstelsel@kb.nl. Dus dan moet je een e-mail even sturen. En als je dan in het onderwerpsregel van deze mail activatiecode zet, dan kun je daarmee uitleggen dat je dus graag wil starten. De volgende stap, dat is stap 2, is dat je alle gegevens van de leerders verzamelt. Dus Stephanie heeft het net al even gezegd. Zorg echt dat je het e-mailadres weet, de naam, de toenaam. En dat je ook goed weet bijvoorbeeld wanneer deze mensen langs kunnen komen. Wanneer je aan de slag kunt gaan. Dus nou, in ieder geval dat is dan van stap 2 het belangrijkste. Een e-mailadres is wel noodzakelijk voor een code, want dat heb je nodig voor het account. Nou, als je die gegevens op een rijtje hebt, dan kun je de KB laten weten hoeveel codes je nodig hebt. Nou, één code geeft toegang tot het totale pakket. Dat is nu nog zo. Dus dat is wel handig om te weten. Je hoeft niet van tevoren erbij te zeggen, ik wil een code voor dit of voor dat. Die ene code geeft toegang tot alles. En dan is dus de vierde stap. Je hebt de codes gekregen. Help dan de leerder echt op weg. De tip is ook echt om dat samen in de bibliotheek te doen. En dan dus even goed uitleggen hoe je moet inloggen. Die stappen eventjes goed doorlopen met elkaar. Wat je eigenlijk ook al gezegd hebt, Brian. Ook even uitleggen wat waarvoor bedoeld is. En dan is nog de vijfde stap. Zorg dat je een persoon in de bibliotheek aanwijst waarbij leerders terecht kunnen als ze vragen hebben. Dat lukt toch niet meer om in te loggen. Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Ik kom er niet uit om wat voor reden dan ook. Dat het duidelijk is bij wie ze terecht kunnen voor dit soort vragen. Want vaak is het best een grote stap om op te zoeken wie wij zijn en hoe je ons weer kan bellen. We hebben toch wel gehoord dat dat best vaak lastig is. Dus zorg dat er een aanspreekpunt is. Dat is mijn stappenplan. Ik zal, Stephanie, kan ik misschien mijn mailadres, het bibliotheekstelsel mailadres en onze dossierpagina met deze stappen met jou delen? Zal ik dat in de chat zetten? Kunnen de terugkijkers dat zien? Zet dat maar in de chat. Dat lijkt me het handigste. Ja. Karin, jij zorgt ook dat het bij het... De link, zeg maar. Waar... dat het in het nieuwsbericht komt, waar ook de terugkijklink in staat. Ja. Dus alle relevante informatie neem ik op in het nieuwsbericht. Ja. En ik weet dat er nog een beperkt aantal codes beschikbaar zijn, hoor, van mijn collega Tirza. Dus
Oké. Nou, als er op dit moment... Hadden jullie nog aanvullende dingen, Julia? Want dan gaan we door naar... Ik niet. Jij wel, Rien? Nee, wat mij betreft zijn we zo compleet. Ja. Nou, heel erg bedankt. Yes, dankjewel. En als er geen vragen zijn, dan ga ik door naar Boom en ITTA met Raymond en Femke. Zal ik jou eerst het woord geven, Raymond? Media en Boom. Media. Ja, ik zit nog met mijn hoofd. Ja, excuus. Media. Raymond Manders, take it away. Ja, dankjewel. En Julia, Rianne, ontzettend leuk om te zien wat jullie doen. Heel inspirerend, mooie presentatie. Ik ben Raymond Manders, ik ben van EDIA. EDIA is de ontwikkelaar van de Slim Nieuwslezer. En bij mij zit, het is wel gek om te zeggen, de videocall, maar bij mij zit... Femke Scheltinga. Femke is adviseur praktijkgericht taalonderzoek bij het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling ITTA. En zij gaat straks wat vertellen over didactische principes, over taalverwerving en hoe de Slimme Nieuwslezer daarop aansluit. Dit is namelijk onze tweede keer dat wij via Trefpunt Live de Slimme Nieuwslezer mogen presenteren. De eerste keer hadden wij een taalvrijwilliger die heel inspirerend, echt leuk verhaal had over hoe zij het in het taalhuis inzet. En ik vond het leuk om dit keer wat meer in te zoomen over het nut van de Slimme Nieuwslezer. De Slimme Nieuwslezer bestaat al heel lang. Het is in 2006 ontwikkeld en in 2008 via een pilot. Door middel van de pilot bij Openbare Bibliotheek Amsterdam groots van start gegaan. En de Slimme Nieuwslezer is voor de mensen die het nog niet kennen, is een knipselkrant op de computer. Die is speciaal gemaakt voor mensen die het Nederlands willen verbeteren. Ik ben bij EDIA dus verantwoordelijk voor de Slimme Nieuwslezer, maar ik ben daarnaast ook taalvrijwilliger. En ik gebruik de Slimme Nieuwslezer ook in mijn eigen in het taalhuis. Dus ik vind het ook leuk om even kort aan te stippen hoe ik het zelf inzet. Ik ga even het scherm met jullie delen. Waar moet ik mijn stuurprogramma bij werken? Nee. het is altijd leuk om de goede venster te vinden. Dit is hem. Kunnen jullie mijn scherm zien? Ja. Dat was even spannend. Voordat ik hier mee verder ga, trouwens, zijn er specifieke vragen? Iets wat jullie graag per se behandeld willen zien in deze sessie? Niet, hè? Mooi, dan ga ik verder. Dit is dus de website van de Slimme Nieuwslezer. Hier log je in, hier kan je een account aanmaken. En op de website vind je... alle achtergrondinformatie over de Slimme Nieuwslezer, inclusief handige handleidingen. Inloggen, een account aanmaken is heel eenvoudig. Je kan hier in klikken, gebruiksnaam aanmaken, wachtwoord aanmaken, inloggen en dat is het. Duurt dat even. Ja, er zijn vijf vaste rubrieken: Nederland, wereld, geld. Entertainment, sport. We zagen meteen al dat bijvoorbeeld in wereld en geld. Oh, even het microfoontje uitzetten. Er zit er maar dit voor vandaag maar één nieuwsbericht in. Dat komt omdat de Slimme Nieuwslezer met authentieke nieuwsberichten werkt. Een slim robotje struint iedere 24 uur het internet af naar vrij toegankelijke nieuwsberichten. Die eenvoudig genoeg geschreven zijn om te kunnen gebruiken voor de doelgroep. De doelgroep is vanaf B1. En als het robotje gewoon domweg niet voldoende nieuwsberichten kan vinden die eenvoudig genoeg zijn om te gebruiken, nou, dan kan het zijn dat de rubriek wat leeg is voor een dag. En volgende dag kan die weer helemaal vol staan. Wat meteen handig is om te laten zien, is behalve die rubriek is er een profielknop. Daar naartoe gaat, kan je zien
Dit is een track record van wat de gebruiker heeft gedaan. En alle blaadjes onder mijn voorkeuren kan je voorkeuren voor opdrachten instellen. Alleen dicté, alleen woordslepen of onderom dicté en woordslepen. Dat ga ik straks even laten zien. De interface taal, Nederlands of Engels, wat heel, heel belangrijk. De hulptaal. Dat ga ik straks laten zien waarom die zo belangrijk is. Het zijn er echt ontzettend veel, zoals jullie zien. Terug naar lezen. Want wat... Sorry, Raymond, had ik net een drop-down menu'tje moeten zien met talen? Ja. Oh, dat zag ik niet. Oh, nee. Nog een keer even kijken hoor, of jullie die nu zien. Voorkeuren. Ga ik naar hulptaal, zien jullie nu een drop-down menu? Nee. Oh, nee, dan is dat misschien toch zonde van de functionaliteit. Ja. Nou, dan moet ik even aannemen, er staan er heel, heel veel in. We geloven je. Extra reden om zelf even te gaan kijken. Ja, precies. Dus even snel laten zien hoe dit werkt. Dus ik ga bijvoorbeeld naar dit artikel. En dan zijn alle moeilijke woorden gearseerd. En als ik bijvoorbeeld, dit is een appartementencomplex, dat is een mooi moeilijk woord. Als ik dat aanklik, dan is er de uitspraakfunctie. Als ik daarop klik, wordt die uitgesproken. Als het goed is. Ik heb nu eventjes een bugje in mijn speaker. En hier de vertaling en een voorbeeld. Zin. Even kijken, deze werkt wat beter. Woordvoer. Uitspraak. Woordvoerder. Vertaling, ja, kennelijk heb ik per ongeluk Nederlands net geselecteerd als vertaaltaal. En dus een voorbeeld, zin, waar het woord wordt gebruikt in een hele andere context. Voor taalverwerving is het heel erg belangrijk dat nieuwe te leren woorden in een bepaalde context wordt gepresenteerd. En als ik zie mijn taalcursisten die in me omgaan, werkt dit dus heel erg goed. Vul de woorden in wat je hoort. Oh, ik moet even dat uitlegspiekertje uitklikken. Dit is dus een dicté oefeningetje. En wat veel populairder is, is het woordslepen. Bij de oefeningen worden altijd zinnen gepresenteerd die een andere context hebben dan het nieuwsbericht. Om te voorkomen dat mensen gewoon alleen maar gaan papegaaien. En hiermee kunnen cursisten, maar ook taalverwilligers kijken of mensen het woord werkelijk hebben begrepen. Ik ga even het scherm delen, stoppen. Dat is even in vogelvlucht hoe het eruit ziet. Het is de slimme nieuwslezer is ideaal in te zetten voor taalvrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat hun cursisten worden gemotiveerd, worden aangespoord om het lezen te beginnen. Het lezen een hele belangrijke manier is om taal te verwerven. Zeker voor mensen die al wat verder zijn. Maar heel veel cursisten voelen enorme weerstand om überhaupt te gaan lezen. En met bijvoorbeeld met één nieuwsberichtje per dag activeer je dat lezen bij cursisten. En eigenlijk is het een beetje een opmaat voor dat ze uiteindelijk ook boeken gaan lezen. Zodat die echt taalverwerving kan gaan plaatsvinden. Ik introduceer het bij mijn eigen cursisten. Neem ik gewoon mijn laptop mee. En dan ga ik spelenderwijs daarmee oefenen. Dan raken ze mee vertrouwd. Maak een eigen account aan. Vervolgens blijven ze er thuis mee oefenen. En als ze dan weer terugkomen, dan ga ik vragen stellen. Of heb je ermee gewerkt? Of een interessant artikel? Nou, dat werkt echt super goed. Het is een heel laagdrempelige oefenmethode. Je ziet het ook, net gezien. Account maken is heel eenvoudig. En zelfs de meest moeilijke artikelen zijn zo makkelijk dat iedereen daar wel mee kan oefenen. Zelfs als niet alle woorden worden begrepen, is het handig om er gewoon mee aan de slag te gaan. Ik wil nu zo snel mogelijk eigenlijk het woord geven aan Femke. Die heeft een veel interessanter verhaal. Dus Femke, fire away. Ja, ik zal eventjes kort iets vertellen over de achtergronden bij de slimme nieuwslezer. Dat heeft Raymond mij gevraagd.
Ik heb een achtergrond zelf in de taalwetenschap. En vanuit ITTA is er eigenlijk al vanaf het begin dat er aan de slimme nieuwslezer werd gewerkt. Zijn er contacten geweest om ook na te denken over wat weten we nu over het stimuleren van lezen bij zwakke lezers. En hoe kan de slimme nieuwslezer daar zo goed mogelijk bij aansluiten. En gebruik maken van dat wat we weten uit onderzoek van wat werkt. Dus dat wil ik eigenlijk kort toelichten, zodat je ook weet en kunt beredeneren en beargumenteren waarom je de slimme nieuwslezer voor jouw taalhuis en jouw klanten zou kunnen inzetten. Ik ga daarvoor even een aantal slides met jullie delen. Even kijken. Ja, ik heb hem openstaan. Is wat traag. Ja, we zien hem inderdaad nog niet. Nee, hè? Hij is aan het zoeken. Ja, hij... Oh. Kijk. Ja. Ja, nu is het nog gehoord er iets. Tenminste, bij mij is het nog zwart. Maar misschien... Ja, nu komt hij. Ja, ja, het is een beetje... Ik zie jullie nu ook niet meer, maar daar is hij ook mee bezig. Om eerst eventjes heel kort is het belangrijk om na te gaan. Hè, wat typeert nu een ervaren lezer? Ik ga er even vlot doorheen. Kijk, wij als goede lezers lezen we vlot en vloeiend. En we maken gebruik van allerlei kennis. Zoals woordenschat, tekstsoorten, ruime taalkennis, achtergrond en wereldkennis. En je past ook allerlei strategieën toe. Maar zoals Raymond net eigenlijk ook al zei, hè, er zijn... allerlei verschillen tussen lezers en daar kunnen ook allerlei redenen zijn waarom mensen moeite hebben met lezen. Dat kan zijn omdat ze in een andere thuistaal of moedertaal hebben leren lezen, maar het kan ook zijn dat een NT1 deelnemer of cursist nare ervaringen heeft gehad vroeger op school. Dus er zijn dus op die manier eigenlijk allerlei verschillende redenen waarom lezers moeite kunnen hebben met het lezen. En daar wil de slimme nieuwslezer dan ook op in springen. Kijken, ja. Dus eigenlijk is de slimme nieuwslezer zowel voor NT1-leerders als voor NT2-leerders heel geschikt. Hoe de slimme nieuwslezer daarop aansluit is dat we kijken van wat is nu de interesse van de lezer. En waarom wil die lezer beter worden in het lezen. De lezer kan zelf teksten kiezen. Dus daarmee zeggen we je bent eigenaar van je eigen teksten. Je hebt eigen keuze. Je kunt woorden laten vertalen. Je kunt de betekenis opzoeken. En doordat het heel veel kleine, korte teksten zijn, kunnen lezers ook flink wat leeskilometers maken. En een andere manier waarop de slimme nieuwslezer ook ingezet zou kunnen worden in groepsverband, is dat je vervolgens ook kunt praten over de gelezen teksten. Wat we eigenlijk altijd zeggen als we kijken naar hoe wij betere lezers worden, is dat je moet natuurlijk beginnen met dat je zin hebt om te lezen. En dat je ook zelf steeds meer kilometers gaat maken. Dus ook hier geldt weer dat mensen ook thuis met de slimme nieuwslezer aan de slag kunnen. Nou, het idee is dan dat hoe meer je leest, hoe beter je leesvaardigheid wordt. Maar doordat je met veel verschillende teksten in aanraking komt, zal ook je woordenschat toenemen. Nou, dat is eigenlijk een positieve cirkel. Hè? Je krijgt meer vertrouwen en je zult ook steeds meer gaan lezen daardoor. Nou, wat Bremel net eigenlijk al zei, de opzet van de slimme nieuwslezer is dat er steeds korte nieuwsberichten gepresenteerd worden. Elke dag weer wisselend. Moeilijke woorden worden uitgesproken, worden ook toegelicht. De moeilijkheidsgraad wordt aangeduid. Dus dat zag je net onder elke tekst staan een aantal boekjes. Dus hoe meer boekjes er staan, hoe moeilijker de tekst is. Dus het kan aansluiten bij het niveau van de cursist. Er zitten opdrachten in. En de voortgang voor de cursist wordt ook inzichtelijk gemaakt. Dus de slimme nieuwslezer sluit dus eigenlijk heel erg aan bij dat wat we weten uit onderzoek wat effectief is. Leesvaardigheid
kunnen de cursisten in eigen tempo oefenen. De teksten zijn op verschillende niveaus. Hè, dus je kunt daarin onderscheid maken tussen hoe ver een cursist al is met het oefenen van het lezen. Of met het leren van de Nederlandse taal. De teksten zijn authentiek, het zijn echte teksten. En ze zijn actueel, dus je hebt er ook direct wat aan. Er wordt hulp geboden bij het lezen. En er is mogelijkheid om je woordenschat te oefenen. En ook het schrijven, dus het inprenten van die woorden, wordt op deze manier vergemakkelijkt. En er wordt aangesloten bij de verschillende interesses van verschillende cursisten. Doordat ze zelf kunnen kiezen welk thema hen het meest interesseert. En doordat je een overzicht hebt van wat je al doet en wat je al deed, is dat ook stimulerend, omdat je je voortgang in de gaten kunt houden. Raymond zei het net ook al, hè, het is eigenlijk voor verschillende doelgroepen, maar wat wel een vereiste is, is dat de cursist al wel gealfabetiseerd is. Ze moeten al enig leesvaardig zijn om met de slimme nieuwslezer te kunnen werken. Dus dat geldt voor een NT1 doelgroep, dat ze ongeveer op zo'n eind een basisschoolniveau zouden moeten kunnen lezen, dus wel functioneel geletterd zijn. Maar ze kunnen wel leeskilometers maken. En voor de NT2 doelgroep betekent dat dat ze ongeveer op A2, B1 niveau moeten kunnen lezen om met de slimme nieuwslezer verder aan hun leesvaardigheid te kunnen werken. Wat we eigenlijk ook zien, en wat Raymond net zelf ook zei uit zijn eigen ervaringen, is dat de slimme nieuwslezer ingezet kan worden individueel. Dus cursisten kunnen zelfstandig lezen. Maar het kan eventueel ook in een taalhuis door samen achter de computer te gaan zitten. Wat we dus ook dan zien is dat er wel een combinatie plaatsvindt, dat het zowel in een cursusverband binnen de bibliotheek wordt toegepast, omdat er dan ook gepraat kan worden over de verschillende teksten die gelezen zijn. Maar het is natuurlijk ook goed als cursisten thuis ook vaak inloggen, zodat ze die leeskilometers zullen maken. En daarnaast, ook tijdens corona hebben we dat gezien, kan het ook ingezet worden voor een digitale cursus. Doordat cursisten ook meer digitale vaardigheden kunnen opdoen met dit programma. Nou, dit was al mijn PowerPoint. Kijken of ik er nu weer uit kan. Hij doet iets geks. Je bent weer gewoon in beeld, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, hij is eruit. Ja. Zijn er vragen of opmerkingen? Nee, niet per se. Julia, zei jij wat of niet? Nou, niet per se een vraag, maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja. Dat kan ik ook zeggen, denk ik. Ja, ja. Heel goed. Ja, verhelderend ook. Ja. Ja. Oké. Okay. Leuk om te horen. Ik heb nog wat aanvullingen, als jullie dat goed vinden. Ook wat praktische tips vooral. Want ik ging net heel vluchtig door de introductie, omdat ik Femke zoveel mogelijk tijd wilde geven. Maar je bent zo efficiënt, we hebben nog wat tijd over. net als wat jullie net zeiden, voor jullie leermethodes, devices is heel belangrijk. Slimme nieuwslezer is een slimme website, maar geen app. Dus het werkt goed op grote schermen, dus pc, laptop en tablets. Werkt het echt prima. Mobiel? Nee. Het gaat gewoon niet lekker op zo'n klein schermpje. Dus check eerst of die devices zijn. Zijn ze er niet? Ja, dan houdt het eigenlijk een beetje op. In ieder geval voor dat cursisten thuis mee kunnen oefenen. Maar dat hoef je als taalvrijwilliger niet van te weerhouden om je eigen laptop of tablet mee te nemen. En af en toe de slimme nieuwslezer erbij te pakken om gewoon één op één te gaan oefenen met je cursist. Het maakt dus ook niet uit. Je kan het op ieder moment pakken. Er zit geen lijn in. Je kan het dagelijks weer oefenen, de hele tijd wegleggen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar de ervaring leert nogmaals wel dat als mensen er eenmaal mee vertrouwd zijn,
dat het niet veel moeite kost om er dagelijks mee te oefenen. Dat zeg ik zelf ook, van joh, probeer tenminste één keer per dag even één nieuwsberichtje te openen, even te lezen, een beetje mee te spelen. En dat is zo laagdrempelig, dat kunnen de meeste mensen wel opbrengen. Mijn doelgroep bijvoorbeeld, dat zijn voormalig arbeidsmigranten, van mensen uit Polen. Die wonen hier soms al 10, 12 jaar in deze gemeente. Zijn de basis Nederland machtig, maar hebben een enorme behoefte om hun woordenschat uit te breiden en wat meer zelfvertrouwen te krijgen. En als ik met andere middelen met ze oefen, bijvoorbeeld een magazine of een boekje wat ik pak, dan pakken we altijd Google Translate om moeilijke woorden meteen te vertalen. Het ideale van een slimme nieuwslezer is dat die vertaalfunctie al bij die artikelen erin zit. En dankzij die context van de tekst zeggen ze meteen van, oh, maar dit begrijp ik. Dat is een grote frustratie van taalleerders. Dat is voor jou waarschijnlijk ook herkenbaar, Jan. Die frustratie dat ze zich niet kunnen uiten in die taalrijkdom van hun moedertaal. Waardoor ze heel onzeker worden. En slim nieuwslezen is niet een allesomvattende taalkursus natuurlijk, maar een hele toegankelijke tool om ze op weg te helpen. Even kijken. Heb ik verder nog tips? Nee, dit is daar. Oh jawel, een hele belangrijke. De slimme nieuwslezer is super makkelijk te vinden, de website. Het enige wat je namelijk gebruikt Google, het enige wat je hoeft in te toetsen, zijn de woorden slimme en nieuwslezer. Als je dat kan onthouden, vind je de website altijd. Als je die woordencombinatie intoetst, heb je meteen plop de website van de slimme nieuwslezer staat bovenaan. Dus je hoeft ook niet ingewikkeld de URL te onthouden of te communiceren. Gewoon slimme nieuwslezer. En dat is het. Ik krijg wel eens vragen over, jeetje, waarom ziet het er niet uit als een krant en kan het niet wat frivoler? Die soberheid is daar bewust voor gekozen. Alles wat afleidt van het lezen van de content is gewoon weggelaten. Het doel is spelenderwijs met kleine stukjes tekst die taalverwerving verbeteren. Dat is het eigenlijk. Juist die eenvoud is de kracht. Zo is het. Ja. Ik denk heel veel relevante informatie over de achtergrond ervan en hoe je het kan toepassen, hoe het eruit ziet, ook leuk om te zien. En inderdaad heel laagdrempelig. Goed om te weten dat het op mobiel dan eigenlijk niet goed werkt. Maar goed, bij de bibliotheek heb je natuurlijk gewoon ook computers beschikbaar. Dus de meeste mensen thuis hebben ook een computer. Natuurlijk niet iedereen, maar goed, de meeste toch wel. Dus heel erg bedankt Femke en Raymond voor deze toelichting op de slimme nieuwslezer. Dit was Trefpunt Live voor deze keer. Ik ga nog eventjes kort mijn scherm delen om jullie te wijzen op de volgende sessie, donderdag 16 maart. Dan zijn oefenen.nl en Stichting DigiSterker aan de beurt over digitale vaardigheden. Dus zeg het voort of zet het in je agenda. Dan rest mij jullie heel erg te bedanken allemaal en tot de volgende keer. Dank en fijne dag verder. Ik heb nog één klein dingetje te binnen wat ik wel handig is om te zeggen. Iedereen die dit nakijkt en denkt ik wil er toch meer over weten of ik heb ondersteuning nodig, die mensen kunnen rechtstreeks contact met mij opnemen. Ja. De mailadressen van jou, Raymond, die staan ook hier in het verslag en de PowerPoint die Karin op het B-netwerk zet. Dus dat staat erbij. Echt alle vragen en opmerkingen, ik antwoord meteen. Ik geloof dat zelfs mijn telefoonnummer erbij staat. En ik kom ook langs bij taalhuizen voor ondersteuning. Ja. Of anderzijds. Dus maak er gewoon gebruik van. Voel je niet verplicht, maar maak er gerust gebruik van. Kost niks. Het is allemaal inbegrepen. Super toevoeging. Oké. Okay.
Hartelijk dank allemaal. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Doei. Doei.